Erik, de ranglijst, NAC 8 punten, Heracles 0 punten. Dus dan zou je zeggen, die pot gaat NAC winnen. Dat zou je zeggen inderdaad. Maar Heracles is best een goede ploeg. Ze hebben dan wel 0 punten, maar het is, vind ik persoonlijk, een goed team. Dus het wordt zeker niet makkelijk. Maar ik denk wel dat we voor de winst moeten gaan. En waar liggen dan de kansen van NAC? Ja, het is een kunstgrasveld. We moeten gewoon zorgen dat we goed positiespel spelen. Geduld hebben, rustig voetballen en sowieso met veel strijd proberen die wedstrijd te winnen. En zorg dat je geen doelpunten tegen krijgt, want dat is een beetje het probleem, hè, de laatste tijd. NAC krijgt heel veel goals tegen. Ja, dat is niet het enige probleem hoor. Ik vind ook dat we gewoon de laatste tijd wat minder in ons vel zitten, wat minder presteren. En we krijgen te veel goals tegen, maar het veldspel moet ook wel beter. Ja. Het is gewoon zo en we hebben te veel goals tegengekregen de laatste wedstrijden. Maar wat ik zei, het heeft met het hele team te maken, niet alleen met de achterhoede. Dus kijk, wij moeten voorin ook gewoon zorgen dat we meer scoren en dat we beter de band bezit houden. En dan maakt het voor de jongens achterin ook makkelijker.